Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 11 januari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond gekeken naar Married at First Sight. Het was wel gewoon weer leuk, zoals eigenlijk elke keer wel weer. Het gaat er nu allemaal nog vrij liefelijk aan toe. Maar als ik dan de voorstukjes zie van wat er nog komen gaat, dan lijkt er wel een beetje nog wat te gaan komen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Volgens mij is vanavond de allereerste ruzie. Trouwen gaat op zich nu best wel snel. Ze gaan nu achter elkaar. En ik merk ook dat ze al best wel snel trouwkleding kunnen uitkiezen. Zoals heel veel dames ook. Dan hebben ze een jurk aangehad. Die voelt dan meteen goed. Dan gaan ze nog een keer een andere jurk aan doen. En ze komen dan toch bij de eerste uitvaart. Dat is wel bijzonder dat ze er zo snel over eens zijn. Ik denk dat ik daar echt heel erg lang over zou doen. Als ik in die positie zou zitten dat ik een jurk moest uitkiezen. Maar goed, maakt ook niet uit. Ik heb daarna nog even gegamed. Ging niet zo heel erg lekker. Maar goed, dat heb je er soms ook gewoon bij. Ik heb de vlog afgemaakt en ik heb de foto's bewerkt. Ik moet nog wel even twee nieuwe, want daar was ik niet over eens. Of tevreden over, moet ik zeggen. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken, die dus nog steeds heel spannend is. Ik heb er nu nog twee afleveringen van, dus het gaat ook best wel snel. En daarna Dr. Tienes en dat was ineens wel een beetje vreemd. Want ineens was die tante, die was er niet meer bij. Dus ja, dat ging eventjes heel gek. Maar goed, het was allemaal wel weer geslaagd. Lekker mijn boek gelezen, dus dat was top. Ik heb een pakketje binnen gehad, die ga ik jullie nog eventjes laten zien. Er zijn alweer wat nieuwe producten van Trend Edities, dus die ga ik jullie eventjes laten zien. En daarna ga ik poetsen, want het is tijd om de ramen te wassen. Die moeten echt even gedaan worden. Dus ik ga jullie meenemen, maar ik zal eerst even dat pakketje pakken. Zo, ik zit. Ik zal even een doosje openmaken. Ik had weer besteld bij Bougie Shop, want er waren dus alweer wat nieuwe producten. Ik heb hier wat blaadjes erbij zitten. Oké. Nou. Allereerst was er een nieuwe collectie van Essence. Dit is namelijk de trendeditie Hugs en Teddies. Daar heb ik wat dingen van besteld. Ik kreeg een kwastje gratis. Oh, die zit, wat zit die luxe verpakt? Kijk, deze kreeg ik gratis. Een blendingsbrush. Die zit dus best wel luxe verpakt. Dus die komt dus in zo'n... Ja, zo'n koker. Ik heb allereerst de scrunchie. Die vond ik heel leuk. Echt van teddy stof, zeg maar. Dus die vond ik wel heel erg leuk, aangezien ik heel erg van de teddy ben. Ik heb ook de nagelstickertjes gedaan, omdat er hele kleine teddytjes op zaten. Dus dat vond ik wel super leuk. Dan zal ik het eventjes uitpakken, want dit zit dan heel goed verpakt. Ik heb eventjes een nieuwe bronzer besteld, want mijn huidige bronzer is bijna op. Dus ik heb eventjes een nieuwe besteld. Dus die komt weer in mijn dagelijkse stashbakje. Dan hebben we nog deze nagellak. Dit is een matte nagellak met de naam 01 Cozy as Fluff. Dan hebben we een lipgloss. Er staan ook echt kleine teddytjes op. Dat vind ik zo leuk. Plumping lipgloss met de naam 01 Kisses by Teddy. Super leuk. En er hoort ook een liplijnertje bij. Die ziet er zo uit. Die heeft dan ook die kleur. En dit is de 01 So Berry Soft. En het Eye and Face paletten. Met de naam 01 Warm Hugs Make Your Face Glow. Die ziet er dan aan de binnenkant zo uit. Deze collectie zal als het goed is in februari in de winkels liggen. Maar het is momenteel een beetje rommelig. Want er komt wel heel veel in februari uit. En er was ook al een nieuw palette van de Dare Universe collectie van Catrice. En daar heb ik alleen paletten van gekocht. Want de rest waren nagels en wimpers. En dat gebruik ik toch niet. Dat is deze. En dit is de C01 Make My Wish Come True. Ik weet niet precies waar die deze in de winkel ligt, want dan moet ik het persbericht zelf nog voor online zetten. Maar die heeft dus deze kleuren aan de binnenkant. Dus dat zijn even de nieuwe producten. Dus daar kom ik dan weer eventjes mooi mee aan de gang. Ik zal het weer eventjes een beetje inpakken.
Want dan kan ik natuurlijk weer de stashbak in. Maar daar ben ik wel heel blij mee. Die Hugs & Teddy's collectie was ook trouwens in mum van tijd uitverkocht. Want hij is ook al helemaal bij de Boosh Shop uitverkocht. Maar hij komt dus gewoon in de winkel te liggen. En als het goed is vanaf februari. Maar dat weet ik dus niet met helemaal zekerheid te zeggen. Want omdat die andere collectie ook in februari komt. Dus dat is een beetje rommelig. Goed, ik ga even opruimen en dan ga ik eventjes poetsen. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better day. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Katjes zijn inmiddels lekker aan het eten. Mijn ramen zijn weer schoon. Alleen ja, de buitenkant ziet er niet uit. Maar het is wel fijn. Ik heb de slaapkamer ook nog even meegepakt. Dus alles is weer schoon. Huiskamer is lekker schoon, dus dat is wel heel fijn. De was die zit er nog in, die is nog niet helemaal klaar. Die zal straks ook wel klaar zijn. Zal niet heel lang meer duren. Ik ga zo in ieder geval nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Married at First Sight. En ik ga sowieso nog even Splatoon doen. Moet nog even thumbnail maken en nog eventjes lekker mijn blogpost schrijven. Nog even twee nieuwe foto's voor maken dus. Ik ga mijn Netflix-serie verder kijken en ja, gewoon weer kijken naar Dr. Tinus. Dus dat wordt het verder ook. Maar ik ben wel weer heel blij dat alles hier lekker weer schoon is. Het geeft altijd wel weer een heel fris gevoel, dus dat is top. Dus ja, ik ga jullie bij deze ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ja, ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 12 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel echt verschrikkelijk koud. Het regent ook echt heel erg buiten. Maar goed, ik moet gewoon boodschappen doen. Mijn coach is er om 2 uur, dus ik heb nog eventjes voordat zij er is. Ze was ook niet helemaal fit, dus ja, het heerst echt jongens. Ik voel me ook een beetje sloom. Ik doe alles een beetje echt op mijn dode akkertje. Dus ja, het is allemaal gewoon eventjes wat trager. Dat komt wel weer goed. Ik heb gisteravond weer naar Married at First Sight gekeken. Nou, de eerste ruzie is nu geweest. Maar het vreemde is, de matchmakers die gaan dus nu, een van hun gaat ook mee op vakantie. En die heeft dus niet ingegrepen. En misschien is het wel achter de camera's gebeurd. Maar op camera heb je het niet gezien. Want sowieso die hele ruzie kwam niet echt lekker in beeld. Want eerst zie je ze vrolijk in het zwembad. En in één keer gaat een van de twee het zwembad uit. En is er ook geen geluid bij. Dus ik denk dat er meer is gebeurd dan er op tv is laten zien. Want eigenlijk waar de ruzie om ging, dat kwam een beetje gekkig over. Maar goed, dat zul je toch niet weten. Dus ja, er ging nu ook weer een koppel trouwen. Ik vind dat wel een leuk koppel. Ik denk wel dat ze goed bij elkaar passen. Dus ik had wel het idee, deze man die had een heel bekend gezicht. Dus ik had eerst het idee, zou die aan een ander programma hebben meegedaan? Maar daar kwam ik niet achter of zo. Het stond ook niet op internet. Maar ik vond dat hij een heel bekend gezicht had. Maar goed. Ik heb daarna nog even Splatoon gedaan. Ging op zich,
ja, de ene keer wel lekker, de andere keer even wat minder. Nou, toen ben ik de thumbnail gaan maken voor de vlog en heb ik de laatste twee foto's bewerkt die ik had gemaakt en de blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de serie die, ja, die echt nu, ja, vandaag de laatste aflevering. Gisteren was het gewoon een vrij hoogtepunt waarvan ik dacht, oeh, spannend. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de laatste aflevering en daarna had ik Dr. Genius, dus dat was het eigenlijk ook. Nog wel even lekker gelezen, dus dat was ook wel fijn. Ik ga nu even de boodschappentassen pakken. Even de stofzuiger doorheen doen en dan is mijn koosje straks. Dus ik ga jullie nog wel even proberen mee te nemen. En ik zie jullie sowieso weer als ik weer terug ben van het boodschappen doen. Van de boodschappen. Ik ben heel erg nat geregend. Dus ik heb net eerst even mijn bril schoongemaakt. Het was helemaal nat. Maar goed, ik heb weer boodschappen binnen. Ik heb weer even kattenvoer meegenomen. De bakjes bij Lidl waren er weer. Ik heb deze. De wat grotere. Dan heb ik hamlapjes voor maandag. Boter. Een krant. Nog zo'n bakje. De wc-reiniger, die van mij is bijna op. En ze hebben nu alleen nog maar weer deze. Dus nou ja, prima. Ook maar weer even deze meegenomen. Als ik het aanbreek, wil ik het niet voor de katten gelijk weer halen. Een kuipje gewone boter. Die was ook bijna op. Dan heb ik zo'n bakje. Ook de vacuümzuiger heb ik meegenomen. Want anders dan heb ik nog niks aan. Spekjes. En we hadden nou bij Lidl ook handschoentjes. Dus die heb ik meegenomen. Roze, wel leuk. Ze gaan bij mij heel snel kapot. Dus ik heb ze liever eventjes liggen. Dan heb ik nog twee van deze maat. Want ik had best wel wat spaarkaarten. Een voordeelpak met slaapdrinken heb ik meegenomen. Die kan ik mooi weer gaan verdelen in de vriezer. Top. Bonen, chocomel, twee pannenlappen, het was €1, twee handschoenen, die waren ook €1, die wilde ik al heel graag hebben, want dat vond ik wel handig, want ik merk soms dat ik het wel fijn vind als ik dat kan, ja, eruit kan halen. Spinazie, een theedoekje, deze nog. En aardappelschijfjes. Dus dat was alles. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik gewoon nog even wat opruimen. Ik zie ook dat mijn klok stil staat. Die moet even een batterij in. Het is nog vanochtend. Dus ik kan nog mooi even wat dingen doen. Dus dat ga ik nu mooi eventjes dan doen. In ieder geval de boodschappen zijn weer binnen. En dat is altijd wel fijn. Zo, hier worden de laatste brokjes even opgegeten. Ik ben even boven aan het stoeien geweest met de kledingkast. Want de stang, zeg maar, die is eruit gevallen. En het dopje waar die dus in moet hangen, die kan ik dus nergens meer vinden. Dus ik ben aan het kijken geweest of ik iets anders kon bedenken waar die aan kan hangen. Maar ik weet het niet. Ik snap niet waar het dopje gebleven is. Want ik heb de hele kast leeg gehaald. Ik dacht, die is vast gewoon ergens daarachter gevallen. Maar dat is dus niet het geval. Dus waar die is, ik heb echt geen idee. Dus ik ga even brainstormen. En anders even Google kijken of ze zo ook bij de bouwmarkt hebben, dat ik daar anders eventjes een nieuwe kan halen volgende week. Want ja, nu ligt de kamer vol kleding, omdat het dus allemaal uit die kast gekletterd is. Dus dat is niet zo heel handig. Dus dat is een beetje balen. En ik heb al geprobeerd om er iets anders in te draaien, maar eigenlijk mijn oplossingen die waren niet heel effectief. Dus daar ben ik even mee bezig geweest. Ik heb de boodschappen opgeruimd en ook eventjes naar boven gebracht. Maar het was niet, ja,
Ik had eigenlijk gehoopt dat ik het vanmiddag eventjes kon doen. Maar het ging dus niet helemaal zoals het wou. Dus dat was jammer. Nou ja, ik ga zo meteen eerst eventjes een droge broek aantrekken. Want deze is nog steeds een beetje nat. Dan ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik had kippenpoten uitgehaald. Die had ik nog uit in de vriezer. Dus die heb ik al gisteravond eruit gehaald. Zodat ik kon ontdooien. Die ga ik straks lekker bakken. Vanavond is gewoon weer goede tijden. En meester Frank Visser, hoe is het nu met? Misschien nog wat terugkijken. Maar ik wil sowieso nog even verder met Splatoon als dat lukt. Verder ga ik foto's bewerken. Laatste aflevering van mijn Netflix serie kijken. Heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Daarna eventjes nog Dr. Tienes. En dan ga ik lekker mijn boek verder lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair. Maar nu gewoon in ieder geval even zo lekker relaxen. Maar ze is nog een beetje aan het door eten. Ik hoop eigenlijk dat ze zo stopt. Want ze zit het nu van Mickey erbij op te eten. En ik denk dat dat straks fout gaat. Maar goed, moet ik maar eventjes op hoop van zegen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want ja, even lekker op de bank. Het regent. Dus ik vind het wel even gezellig. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag vrijdag 13 januari. Oftewel vrijdag de 13e. Nou, heb ik al vaak gezegd. Ik ben niet van het bijgeloof. Maar ja, voor mensen die dat wel zijn, kan het vervelend zijn. Ik heb gisteravond eventjes meester Frank Visser, hoe is het nu met gekeken. Was wel interessant. Goede tijden liep ook heel spannend af. Daarna heb ik nog eventjes gekeken naar een aflevering van 5 Days Inside. Dat had ik een poosje terug opgenomen, maar nog niet nagekeken. Dus heb ik nu eventjes gedaan. Ik heb nog even Splatoon gedaan. Daarna ben ik mijn foto's gaan bewerken. En ben ik ook bezig met het persbericht op mijn vancartries voor de nieuwe producten. Maar dat duurt altijd wat langer. Toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix serie gaan kijken. Ik had het einde absoluut niet zien aankomen. Dus dat was wel heel spannend. Dus dat was wel heel leuk. Maar ook wel dat ik dacht van wow, bizar dit. En toen had ik Dr. Tienes gekeken. En ik heb mijn boek uitgelezen. Dus dat was verder prima. Ik heb net al eventjes een video opgenomen, namelijk een trendeditie van Essence die nog online moet. Dus dat staat er ook weer op. Ik hoorde het bericht dat de dochter van Elvis Presley is overleden. Lisa Marie heet zij, geloof ik. Ik las gisteravond al dat zij een hartstilstand had gehad. En dat haar ex-man haar had gereanimeerd. Daar zeiden ze later in show dus ook nog wat over. Ze konden verder nog niks over haar toestand vertellen, maar ze was overgebracht naar het ziekenhuis en toen straks werd het bericht bekendgemaakt dat ze uiteindelijk toch overleden is. Dus ja, dat is altijd wel sneu, want ze had volgens mij nog niet zo lang geleden ook haar zoon verloren. En ja, ze was ook enig kind en haar moeder die is nog in leven. Dat is natuurlijk altijd wel triest, dus ja, of ze uiteindelijk toch ter plekke in dat huis is overleden, weet ik niet. In Amerika word je sowieso natuurlijk gewoon meegenomen met de ambulance. Ook al ben je overleden. Hè? Dat, hier in Nederland kennen wij dat niet. Want als je overleden bent, dan word je door de rouwauto opgehaald. Het klinkt toch net even iets netter als dat je de lijkwagen zegt. Maar ja, goed, hè? Zo zit dat. Dan word je niet meer vervoerd in de ambulance. Maar dat is in Amerika wel zo. Maar vet jong ook nog, pas 54. Dus dat is wel triest natuurlijk. Ik ga zo meteen proberen om die ballen op te hangen die ik vorige week had gekocht. Ik heb een idee, maar ik weet niet of het gaat lukken. Dus daar ga ik gewoon eventjes naar kijken. Dus ik ga jullie daar ook gewoon in meenemen. Ik heb ook in de gang nog wat decoratie opgehangen, maar dat heb ik zondag al gedaan. Dat heb ik wel voor jullie gevlogd, dus die beelden zal ik ook nog even laten zien. Maar ik ga eerst maar proberen of ik die ballen op kan hangen. Want ik heb een idee, maar ik weet dus niet of ik door de muur heen gekomen. Dus dat is eventjes het euveltje erachter. Maar daar ga ik gewoon even naar kijken. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga de muziek aanzetten en dan gaan we het maar even proberen. Thank you.
ziet het eruit als die brandt. Ik denk niet dat het beter wordt. Jawel, zo wordt die beter. Er zit dus hier aan de zijkant een aan- en uitknopje. En die kan ik dus zelf aan- en uitzetten, zodat je lichtjes ook uit kunt zetten. Maar ik vind het wel heel leuk staan zo hier. Die hangen nu. Ik heb ze dus nu aanstaan. Ik weet niet of het heel leuk overkomt nu met het licht. Zo ziet het eruit als ze uit zijn. En zo dus met aan. Ik ben niet compleet tevreden. Ik heb er nu hier eentje hangen en hier ook eentje. Die ziet er zo uit als die uit is. In mijn hoofd moest het anders. Maar ik wist even geen andere mogelijkheid. Want als ik ze hier in het midden hang, kunnen mijn gordijnen niet dichter. Mijn gordijnen hangen er niet voor de CD. Die hangen er wel echt omdat ik ze gebruik. Dus het kan zijn dat ik ze met de tijd nog een keer verhang. Maar voor nu weet ik even geen betere mogelijkheid dan dit. Zo, ik heb de klusjes die ik wilde doen wel klaar. Nou ja, zoals ik net al zei, ik ben nog niet helemaal tevreden hoe de ballen hangen. Voor nu weet ik even geen andere mogelijkheid. Misschien dat ik later nog weer op dingen komen dat ik denk, ja, ik vind het zo leuker. Het is op zich niet verkeerd. Ik vind het leuk dat ik nu wat meer licht heb bij het raam. Maar het was leuker geweest als ze dus in het midden konden hangen. Maar zoals ik al zei, dan kunnen de gordijnen niet dicht. En ik ben iemand die wel echt mijn gordijnen dicht wil hebben 's avonds. Nou ja, verder is alles wel weer redelijk gelukt. Maar ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje klein, beetje teleurgesteld dat het me niet is gelukt een betere plek te vinden. En ja, ik wist het gewoon echt niet, want je moet ze dus knopen door de touwen. En ik denk gewoon dat ik er even aan moet wennen. En net wat ik zeg, het is helemaal niet verkeerd, maar ja, in mijn hoofd is het gewoon nog niet helemaal oké. Ik heb nog eventjes in mijn mus gewerkt, het was wel eventjes fijn. Die heb ik even een beetje bijgewerkt, dat ging prima. Ik ben wel iets verder in gekomen, maar ik kreeg het gewoon zo koud. En ik baal gewoon heel erg van die kledingkast, want de kleding ligt nu overal in die kamer. Want ja, ik kan het niet ophangen, omdat dat, ja, het heet dus een roedel, heet dat, dat dingetje. En als het goed is, hebben ze ze wel bij de bouwmarkt. Nou wil ik eigenlijk van het weekend nog wel even kijken of ik hem echt niet kan vinden. En anders dan denk ik toch dat ik volgende week even ga kijken dat ik bij de bouwmarkt terechtkom. Dat ik in ieder geval eventjes een nieuwe kan halen. Want dit is gewoon echt drama. Want zo kan ik ook niet verder met opruimen. Ik in mijn hoofd is het gewoon een beetje vol. Dat ik gewoon van bal dat het even gewoon allemaal niet zo lekker loopt. Maar goed, dat komt vast wel weer goed. Ik heb ook een hartje in de lipgloss hangen. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik wat dingen terugkijken. Ik heb nog een down the road terug te kijken. En ook nog mijn huis op orde, zoiets. Vind ik wel leuk, dus ik denk dat ik dat even ga doen. Ik moet sowieso eventjes, wil ik eventjes Fortnite doen. Want ik heb wat questen die gedaan moeten worden. Ik heb van de week eventjes hulp gehad daarmee. En toen ben ik al aardig ver gekomen. Maar ik heb er nu nog een paar die ik zelf even moet doen. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga de video in elkaar zetten.
mijn blogpost schrijven. Ik moet nog wel een nieuwe serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee waar ik zin in heb qua serie. Dus dan moet ik maar eventjes gaan kijken wat bij me past. Ik heb wat dingen opgeslagen, dus dan kan ik even zien of dat het iets voor me is. En ik denk dat ik daarna nog even ga kijken naar niks te mailen. Dat was op zich wel grappig. Nu ga ik in ieder geval even lekker relaxen, want ik ben er gewoon eventjes klaar mee. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 14 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het best wel koud. Het is ook weer een koud dagje, want het regent best wel hard. Het wind waait aardig. En ik heb het idee dat het in huis ook niet heel warm is. Want ik heb een beetje kippenvel. Maar goed. Ik heb gisteravond nog even Fortnite gedaan met de gameclub. Frank vroeg of ik mee wilde doen, dus ik heb even meegedaan. En wel weer een paar kroontjes gewonnen die ik inmiddels ook alweer kwijt ben. Want ik moest zelf nog wat opdrachten doen. Maar op zich ging het wel lekker. Ik heb eventjes Down the Road teruggekeken. Dat was wel heel erg leuk. Ik vind het altijd wel leuk om te zien. Nogmaals, Gordon doet dat toch wel heel erg leuk. Ook al zullen de meningen daarover verdeeld zijn, maar ik denk daar wel zo over. Ik heb daarna blogpost geschreven en een video in elkaar gezet. Ik heb nog wat gedaan aan het persbericht voor Catrice, althans. Ik ben die foto's aan het bewerken. En ik moet het hele persbericht nog schrijven, maar dat valt op zich wel mee. Ik ben er nog wel even mee bezig. Ik heb een nieuwe serie uitgezocht, die heet The Watcher. Het zou een waar gebeurd verhaal zijn. Het is een beetje bizar. Het gaat over een gezin die is verhuisd naar een woning. En daar hebben ze eigenlijk een soort van iemand die hun in het oog houdt. En dus ook steeds brieven stuurt. En die weet dus alles over hun. Het had een hoge matchscore met mij. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. Want het is inderdaad best wel een beetje creepy en zo. Het is wel weer een miniserie, dus ja, ik moet maar eventjes kijken wat ik ervan vind. Ik denk wel dat ik hem uit zal kijken, maar het was nog niet dat ik gelijk zoiets had van oh, ik zit er fantastisch in zoals ik bij de vorige serie had. Maar dat komt vast wel goed en daarna heb ik nog eventjes gekeken naar niks te melden. Toen ben ik lekker een nieuw boek gestart, want er stond een van de boeken waar ik weer naar op zoek was, die stond erop. En ik was eigenlijk wel verrast. Het is het laatste deel uit deze serie. Deze is van Manuela Inusa. En het gaat over de reeks Valerie Lane. En dat vind ik wel heel erg leuk. Alleen ik had zelf verwacht dat het echt meer over die Valerie zou gaan. Maar het is toch wel heel anders begonnen dan ik had gedacht. Dus ik vind op zich wel, het is een beetje treurig. Maar het is op zich wel weer een mooi boek. Het is leuk om te zien hoe het dan een aantal jaar later ook met de mensen gaan uit die boekenreeks. Ik ga nu eventjes zo stofzuigen en de kwasten wassen. Ik wil eventjes toch nog even boven kijken of ik echt dat dingetje van die kledingkast niet kan vinden. Want ik snap het niet. Hij moet daar gewoon liggen. En ik ben op internet dus op zoek gegaan. Maar ik heb eigenlijk hier alleen een Praxis. En de prijs die ik bij de Praxis zag, die vond ik niet de moeite waard om voor zo'n dingetje uit te geven. Laat ik het zo zeggen. Ik vond het echt nog best wel duur. Ja, de rest kom je toch allemaal bij een Gamma en Leen Bakker en dat soort dingen uit. Ja, die heb ik hier allemaal niet. Daar moet ik weer echt voor in de stad zijn. En ik weet niet op welke termijn ik daar weer een keer kom. En zo lang wil ik die kleding natuurlijk niet laten liggen. En ik ga een nieuw begin maken in mijn nieuwe dummyboek, want dat is ook wel leuk. Ik zal jullie trouwens nog eventjes laten zien hoe de ballen branden als het avond is, als het echt donker is. Ik moet wel zeggen, de kleine bal die brandt iets minder fel, want die batterijen zijn niet heel fantastisch. En het vervelende is, ik heb die batterijen niet meer. Ik heb heel veel van die AAA dingen, maar die AA heb ik niet zoveel. Ja, als ik bij de Action kom, wil ik ze zeker wel weer halen. Want ik vind ze in de normale winkels toch nog best wel aan de prijs. En Action is dan nog oké. Maar goed, ik weet ook niet wanneer ik daar weer kom. Goed, ik ga jullie in ieder geval meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Nog eventjes de ballen als het dus donker is. Ik denk dat de camera het niet heel mooi vaststelt. Maar ja, die ziet er wel heel leuk uit. Alleen zoals ik al zei, die is een beetje zwak. Maar ja, het is dus een beetje lastig te zien. Omdat de lampen nu ook aan zijn.
Zo, ik ben klaar. Op zich best wel een lekker middagje gehad. De kwasten zijn schoon, dat is wel heel fijn. Ik heb ook gelijk een aantal nieuwe al gewassen, want die heb ik gisteren en vandaag gebruikt. Die worden ook weer mooi schoon. Ik heb ze eventjes voor de verwarming neergelegd in de keuken. Want ik zag dus straks dat het 15,5 graden was hier binnen. Dus ik dacht, oké, nu gaat de verwarming echt even een tikkeltje omhoog, want ik had het te koud. Dus die is even iets aangegaan. Toen ben ik boven gaan zoeken naar dat dingetje. En zo waar, ik heb hem gevonden. Dus ik hoef gelukkig helemaal geen nieuwe te kopen. En daar ben ik zo blij mee. Want nu kon ik gewoon alweer een heel deel van de kleding ophangen. Ik heb nog niet alles opgehangen. Ik ga er morgen even mee verder. Maar het was zo fijn om hem terug te vinden. Hij lag uiteindelijk gewoon op de grond. Maar er lagen dus allemaal kleren op. Dus ik ben gewoon het kleren aan de kant gaan leggen. En ja hoor, in één keer kwam hij tevoorschijn. Dus ik ben heel blij dat hij weer hangt. Eigenlijk dat je van zo'n klein ding dan weer blij kan worden. Maar het zat me zo in mijn maag dat het zo niet mooi erbij lag. En ja, ik ben zo blij dat het nu weer allemaal gevonden is. En dat ik morgen de rest kan afmaken. Ik heb wel al best wel wat opgehangen. Maar moet gewoon even verder. Dan kan ik ook weer wat verder met die kamer. Daarna ben ik in mijn nieuwe boek begonnen. Ja, ik ben dan altijd zo iemand. Ik wil dan alles echt perfect hebben. Terwijl dat natuurlijk niet altijd lukt. Want ja, perfectionisme bestaat niet. Maar ja, ik ben zelf best wel een perfectionist. Dus dat is soms best wel een lastige. Hoe noem je dat? Een lastige eigenschap, zeg maar. Ja, dat vind ik echt heel vervelend. Maar goed, het is in ieder geval redelijk gelukt. Dus dat was ook wel lekker. Maar ik merk altijd dat ik dan alles nog netter wil dan altijd. Dus nou ja, goed. De katten hebben nu net lekker hun eten op. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik zag wel dat mijn klok alweer stil stond. Daar had ik gisteren een nieuwe batterij in gedaan. Maar blijkbaar was die batterij zwak. En het probleem is, ik heb geen andere meer. Want ook daar moet een AA-batterij in. En die heb ik gewoon niet meer. Tenminste, of ik moet ze dus boven nog tegenkomen. Maar ik heb ze nog niet gevonden. Dus een beetje op hoop van zegen. En dan zoek ik even kijken. Misschien dat ze bij Lidl niet zo duur zijn. Dan zou ik bij de Lidl even kunnen kijken donderdag. Dat ik daar eventjes een setje weer meeneem. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond doe ik weer mee met weet ik veel. Of het nou weer zo'n goed cijfer gaat zijn. Hè? Die kans is vrij klein. Maar we gaan het gewoon weer proberen. En ik wil nog eventjes verder met GTA. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dan ga ik de vlog alvast voor het grootste gedeelte editen. Ik hoop nog even een deeltje te doen. Ja, dat is al zo naar met lipgloss, hè, die haartjes erin. Dan hoop ik nog even een deeltje van die Catrice dingen af te maken. En dan ga ik weer de serie kijken, The Watcher. En daarna nog weer eventjes niks te melden. Dus dat is het voor nu eventjes. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Oh ja, wat ik wel vergeet. Vanavond is Ajax, dus ik zet Ajax eventjes op mijn laptop aan. Want dat wil ik natuurlijk ook zien. Maar dat komt tegelijk met weet ik veel. Dus, goed. Ik ga nu echt even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 15 januari. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb lekker mijn wandje aangetrokken. Zit wel lekker. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Ging wel weer lekker. Ik had een 6,4. Dus ik was wel weer tevreden. Het was wel weer leuk om even mee te doen. Ik heb ook nog Ajax gezien, maar het was eigenlijk gewoon weer drama. We kregen op een gegeven moment rood, dus we stonden met 10 man in het veld. Het is wel 0-0 gebleven, dus op zich is het wel knap dat je dan 0 houdt. Moet ik zeggen, we hadden volgens mij nu wel een hele andere doelman en die was ook wel heel goed. We moesten tegen Twente, dus ja, maar weer 1 punt. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. En volgende week zie ik al helemaal niet zitten tegen Feyenoord, aangezien die momenteel nummer 1 staan. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik heb nog even GTA gedaan. Wel weer eventjes. Ik heb nog steeds die opdracht niet voltooid. Ik weet nu wel hoe die moet, maar het was wel eventjes pittig. Dus ik hoop daar vanavond nog eventjes mee te gaan stoeien. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte af. Ik ben nu echt bijna klaar met het artikel van Catrice, althans de foto's. Dat is ook fijn. Er is ook weer een persbericht online gekomen vandaag. Die had ik van de week al even ingepland. En toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En daarna had ik weer niks te melden. Daar ben ik nu ook doorheen. Dat waren maar 6 afleveringen, dus daar was ik snel doorheen. Ik ga zometeen eventjes
stofzuigen, bakken, scheppen, groenten afhalen. Dan ga ik even verder de kleding ophangen. Even mijn nagels een beetje glad maken, want die voelen een beetje ruw aan. En daarna ga ik foto's maken voor mijn blog. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik ga daar even mee aan de gang en ik zal straks nog even de fotospullen laten zien. Dus ja, ik ga daar eventjes nu mee, mee stoeien maar. Fotospullen gepakt. Ik heb hier de Electric Glow Color Changing Lipstick van Essence. Ik ben heel benieuwd naar het Pro Eyeshadow Palette Hint of Mint. Die ziet er dan zo, moeilijk, zo uit. En twee nagellakjes van Max Factor, de Nailfinity Gel Top Coat in het zwart. En dit is een roze kleurtje. Dus ja, hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Ik heb Mickey ook weer gevonden, want ik was een beetje bang. Ik ben namelijk boven heel erg aan het opruimen geweest. Ik was bang dat ze in dat ene hok was gaan zitten, maar ze is gelukkig gewoon hier. Dus dat is wel heel fijn. Maar nu eerst eventjes foto's maken. Zo, ik heb toch nog best wel een druk middagje gehad. Nou ja, ik heb boven dus een heleboel opgeruimd. De kleding hangt allemaal weer, dat is heel fijn. De kerstspullen heb ik weer terug in die hoek gedouwd. Ik moet wel even die hele ding moet ook uitgezocht worden. Eigenlijk moet ik iets anders bedenken voor de kerstboom, want die doos is helemaal gescheurd. Dus eigenlijk moet die gewoon weg. Foto's zijn gemaakt. Toen heb ik net eventjes, omdat ik aan het roteren ben met mijn make-up en alles weer een keer wil gebruiken, heb ik alle gebruikte spullen heb ik alweer teruggedaan in de daarvoor bestemde bakken. En heb ik even wat ik niet gebruikt heb er weer uitgehaald. Een hele, ja, het is een hele, ja, in mijn hoofd is dat zeg maar een hele constructie. Maar goed, het is wel aardig gelukt. Dat heb ik ook alweer mooi gedaan. De katten hebben net lekker gegeten. Ik heb verder alles opgeruimd. Moet alleen de lampen nog. Dus ja, verder eigenlijk wel prima. Het regent nog steeds lekker. Het gaat ook steeds harder. Dus ik vind het wel gezellig. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even wat dingen terugkijken. Ik wil sowieso even een mooi dossier kijken. En ik denk even je huis op orde. Ik wil mijn nagels even doen en nog even GTA doen. En dan kijk ik nog even Alberto, maar dat is pas om 10 uur. Maar verder ga ik even foto's bewerken, de Netflix-serie verder kijken en weer Dr. Tieders. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair, maar gewoon eventjes lekker. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 16 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wederom ijskoud. Ik heb de verwarming toch een beetje aangedaan. Ik was heel erg in de mood van oké, je gaat niet eerder de verwarming aandoen voordat je gaat douchen. Ik deed de verwarming aan voordat ik ging douchen en dan als ik klaar was met douchen dan was het heerlijk warm. Maar ik merk gewoon dat ik het niet meer red. Want als ik uit bed kom is het hier 15 graden binnen en dat is gewoon toch wel heel erg koud. En ondanks dat ik wel ga poetsen, vind ik het dan toch fijn als het een beetje behagelijk is. Ook voor de katten, dat zijn ook wel echt wel dieren die van warmte houden. Ja, ik heb hem toch maar een klein tikje gegeven dat het in ieder geval wat behagelijker is binnen. Maar wat dat betreft, dat voornemen om niet zoveel te stoken, dat gaat wel wat lastig. Ik zet hem overigens niet hoger dan 18 graden. Op zich is dat ook wel een prima temperatuur hier, maar het is niet dat ik dan helemaal geen kou meer heb. Maar dan kruip ik lekker onder een kleedje en in mijn dikke badjas. Dat is dan op zich wel lekker. Gisteravond heb ik gekeken naar moorddossier. Dat was met een balpen. Dat was heel bizar. Die balpen was bij de hersenen van deze persoon erin gedrongen. En het was dus heel erg de vraag hoe dit gebeurd moest zijn. Daar moesten ze allerlei onderzoeken naar doen. In eerste instantie wilden ze haar zoon veroordelen, maar uiteindelijk bleek het een ongeluk te zijn. Maar wel bizar. Ik kreeg er een beetje nare kriebels van. Het was een beetje naar allemaal. Ik heb nog even een deel van mijn huis op orde gekeken, maar dat heb ik nog niet helemaal afgekeken. Want Alberto kwam ook en dat wilde ik heel graag zien. Steeg me op de bres. Dat vond ik zo zielig. Ik heb daar letterlijk een paar tranen bij gelaten. Het ging over een ouder koppel. De man was in de 80 en dat vrouwtje was al, die werd 90. Die hadden dus een poosje huishoudelijke hulp gehad. Maar die man die kon ze wel met andere dingen helpen. Dus die had deze meneer ook geholpen met internetbankieren. En op een gegeven moment ziet hij dus dat er bedragen zijn weggesluist. 3 keer 5000 euro. En er stond dan bij gift. Maar hij wist gewoon 100% zeker dat hij het zelf niet had gedaan.
Dus nou ja, fraudedesk gebeld en dat soort dingen. Ja, meneer, daar kunnen we niks aan doen, want er staat gif bij. Toen zijn ze er uiteindelijk achter gekomen dat die huishoudelijke hulp het had gedaan. Want ze hebben gewoon eens gevraagd hoe die eigenlijk van zijn achternaam heette, want dat wisten ze helemaal niet. Toen hebben ze toch Alberto ingeschakeld. En ze hebben die man eigenlijk naar hun huis gelokt. Dat is allemaal gelukt en ik moet zeggen dat ze het ook heel goed meespeelden. En uiteindelijk kwam Alberto daar en toen bekende hij inderdaad dat hij dat had gedaan. Maar waarom hij het had gedaan, dat wilde hij absoluut niet zeggen. Hij wilde praten zonder camera. Nee, dat gaat niet gebeuren, zegt Alberto. Dus die heeft uiteindelijk de politie gebeld. Toen is die man dus meegenomen. Hij kreeg nu een taakstraf en moest dat geld terugbetalen. Het treurige aan deze zaak was is dat die man vrij snel naar de opnames is overleden. Maar ze mochten het toch uitzenden, dus dat was wel heel triest. Ja, hij had er ook gewoon keihard voor gewerkt. 15.000 euro, ik bedoel, het is ook niet niks. Dus dat, ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Ik zal het lakje even pakken, want die staat toch op de slaapkamer. Het is al een heel oud lakje. Hier is het dan al lekker warm en de camera heeft wat meer nodig. Het is een lakje uit een collectie van Bloggers Beauty Secrets. Dat is deze. Die is echt al heel oud. Hij heeft de naam 02 Hello Beautiful. Ik vond het wel leuk om die weer een keer op te doen. Dus die zit er nu op. Ik heb daarna mijn foto's bewerkt. De foto's van het artikel van Catrice zijn af. Ik ben nu begonnen met het schrijven ervan. Dus ik hoop dat dat volgende week ook af is. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken, The Watcher. En ik wist eerst niet of het helemaal wat voor me was. Maar ik ben inmiddels toch wel heel erg benieuwd wie deze persoon gaat zijn. En daarna Dr. Tinus. Dus dat was het. Ik ga zometeen de boel doen. De kattenbakken, de gang, de douche. Ik moet even de was aanzetten. Dus ik ga jullie gewoon eventjes meenemen in die dingen. Dus dat ga ik nu maar eens eventjes doen. En dan moet ik zo even naar buiten om het kattengrit weg te gooien. Dus ik ga dat heel snel doen, want ik wil heel snel weer naar binnen. Hoe leuk dit is. Ik heb dus deze wc-blok in de wc hangen. Die is van Witte Reus. En die geeft dus paars roze water af. Ik vind het toch wel heel, heel grappig dat hij dat doet. Ik kende hem wel met blauw water. Maar het paars roze water kende ik nog niet. Ik vind het wel heel leuk. Zo, katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben ook net klaar. Ik heb de douche er even ingespreid met schimmelspray. Het is eigenlijk een beetje een op hoop van zegen momentje. En zodra ik bij de action kom, ga ik natuurlijk gelijk vochtvleetjes halen. Ik weet niet of het wat gaat doen, dat moet ik maar eventjes gaan zien. Maar ik heb het in ieder geval weer een keer behandeld. Dus ja, dat moet ik gewoon even afwachten. Verder alles lekker schoon. Gang weer lekker schoon. Katten hebben ook weer schone bakjes voor het eten en drinken. Dat is ook altijd lekker. Ik had gelijk ook alweer bijgevuld, dus dat is top. Spinazie staat klaar, dus wat dat betreft wel lekker wat voorbereidingen kunnen doen. Was is nog niet klaar, die zal straks wel klaar zijn. En dan komt dat ook wel weer goed.
Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Eten maken. Ik heb de spinazie rostirondjes en een hamlapje. Vanavond ga ik Nieuw Amsterdam kijken. Want ja, daar wil ik toch wel een beetje, dat wil ik toch wel een beetje volhouden. Zolang de maandag nog niet zo heel interessant is qua tv, kan dat prima. Ik wil even het huis op orde eventjes afkijken en even Fortnite doen. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik hoop dus nog even verder te gaan met de Catrice nieuwe producten. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken en daarna weer Dr. Tinus. Dus dat is het dan ook wel. Ik heb er in ieder geval wel wat warmer gekregen. Dus dat is wel positief. Ja, ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 17 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb armwarmers omgedaan. Ik trok deze jurk uit de kast. Ik dacht, oh ja, leuk. Ik heb het kippenvel op mijn benen staan overigens. Maar toen kwam ik erachter dat hij eigenlijk 3/4 mouwen had. Die komen dus tot hier. Dus ik dacht, ja, maar dat is veel te koud. Dus ik heb gewoon de armwarmers uit de kast gepakt. Deze zijn al heel oud. Er zit ook zo'n gaatje in waar je je duim doorheen kan steken. Dus je kunt ze ook echt om je handen, zeg maar, doen. Ik heb ze mij even als armwarmers aangedaan, want ik had het veel te koud. Gisteravond heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Ja, dat was ook wel weer heel erg mooi. Ik geniet altijd heel erg van deze serie. En ja, ik vind het altijd wel mooi. Ik heb even het huis, je huis op orde even afgekeken. Toen ben ik even Fortnite gaan doen. Ik moest eigenlijk nog 2 questen. Die ene is gewoon niet meer gelukt. De andere wel. Ik moest vissen vangen. Dat betekende wel dat ik wat sneller dood was. Maar goed, dat had ik er wel voor over. Weet je, had in ieder geval weer die quest opgelost. En als het goed is beginnen vandaag de nieuwe questen. Ik heb de foto's bewerkt, wil ik zeggen. Nee, dat had ik natuurlijk al gedaan. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb het artikel van Catrice af, die staat inmiddels online. Dus dat is ook wel fijn. Dus ja, dat is allemaal wel weer gelukt. Toen ben ik The Watcher gaan kijken. De serie die ik dus kijk op Netflix. En ik ben me daar dus een beetje in gaan verdiepen. Want het is dus eigenlijk gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En tot mijn spijt kwam ik erachter dat in het waargebeurde verhaal degene die mensen dus in de gaten hield, nooit het verhaal eigenlijk is opgelost. Ze zijn er nooit achter gekomen wie dus die persoon was. Dus ik hoop ergens wel dat ja, het in deze serie wel opgelost wordt. Want als het niet opgelost wordt, want ik vind het nu toch wel beter. In eerste instantie was ik sceptisch van, nou, ik weet niet of dat voor me is, maar ik vind hem dus nu wel beter. Maar dan zou het wel echt een domper zijn als ik er niet achter zou kunnen komen wie dan uiteindelijk die watcher is. Terwijl ik zelf al wel wat ideeën daarover heb, maar goed, ik moet het eventjes afwachten. Ik heb nog een x-aantal afleveringen, maar het zou wel heel jammer zijn als ik er niet achter zou komen. En daarna Dr. Tinus. Er is momenteel nu trouwens, dat is ook echt zoiets hè, muziek wat eigenlijk tegenwoordig in de top 40 staat, vind ik helemaal niet echt leuk meer. Ik merk ook dat ik niet meer bij ben. Waar ik vroeger echt de nieuwste nummers op mijn iPod had staan, heb ik dat nu totaal niet meer, omdat ik de muziek van tegenwoordig eigenlijk niet zo heel erg leuk meer vind. En dat had ik vroeger wel, maar tegenwoordig wat ze uitbrengen is niet echt meer mijn smaak. Heel af en toe komt er een nummer voorbij en dan denk ik, oh wat een leuk nummer. En dan ga ik het opzoeken en dan blijkt het alsnog een nummer uit 2010 te zijn of zo, die ik dan toen de tijd gemist heb. Maar Shakira heeft haar nieuwe nummer natuurlijk gedropt. Er is al best wel veel commotie over, want het nummer gaat over haar ex. Zij is afgelopen zomer van haar partner afgegaan, Gerard Piqué. Die heeft opgebiecht dat hij is vreemd gegaan en is uiteindelijk nu met een 22-jarig meisje. Ja, en als je Shakira heet en je kan zingen, ga je daar een nummer over maken. Maar het is gewoon een lekker nummer. En niet omdat ze haar ex in dit nummer zwart maakt, maar gewoon het hele nummer is wel lekker. Ik bedoel, het is Spaans, dus als er in de media niet zoveel aandacht voor was geweest, had ik überhaupt niet geweten wat ze zong. Maar het gaat er dus over dat ze nog steeds tegenover haar schoonmoeder woont. Dat hij zijn dure auto heeft ingeruild voor een Twingo. En zij is dan in dit nummer die dure auto. En nu heeft hij gekozen voor een Twingo. Zijn Rolex heeft hij ingeruild voor een Casio. En het rare is, hij rijdt nu ook letterlijk. Die Piqué rijdt dus nu ook in één keer in een Twingo rond. Een Casio horloge op zijn
pols. Ik denk dat dat nog wel een staartje gaat krijgen. Maar ik vind het wel een heel erg lekker nummer. Het schijnt ook trouwens dat zij nu op het balkon, omdat ze tegenover haar ex-schoonmoeder woont, een heks heeft neergezet. Dus blijkbaar kon ze ook niet met haar schoonmoeder overweg. Want als die schoonmoeder dus nu naar dat huis kijkt, kijkt ze recht in het gezicht van die heks. Maar het nummer vind ik wel heel lekker. Ik ga eventjes video's opnemen en dan ga ik eventjes nog een diamond painten. Maar ik heb van het weekend nog even gefilmd hoe ik in mijn nieuwe boek ben begonnen. Dus daar ga ik jullie even naar laten kijken. Dus ik ga even stofzuigen en de bakken scheppen en dan ga ik even zorgen dat ik kan gaan filmen. Zo, ik ben weer klaar met alles. De katten hebben net hun zachte voer op. Ik heb de spullen van het filmen even opgeruimd. Ik heb 2 video's erop gezet, dus dat ging goed. Nou, even diamond painting gedaan. Dus dat was ook wel eventjes heel lekker, even relaxed. Muziekje erbij aan, dus ik had het wel fijn. Kleding even nog naar boven gebracht. Een beetje weer heel veel voor de strijk. Dus dat moet ik ook weer eventjes gaan doen strijken. En ja, dat was verder eigenlijk allemaal wel heel prima. Ik hoop dat de was die hier nog hangt ook een beetje snel droog is. Dat zou ook wel lekker zijn. Er zit nog een was in de droger, die moet er nog uit. Die heb ik gisteravond, of gisteren einde van de middag heb ik die erin gedaan. Want die moest draaien. Dus nou ja, goed, ik hoop in ieder geval dat het allemaal weer even gaat drogen en zo. Maar in ieder geval weer eventjes lekker productief geweest. Vanavond, je hebt weer Married at First Sight, dat ga ik natuurlijk weer kijken, want ik ben wel heel erg benieuwd hoe het verder allemaal afloopt. Ik wil nog even Fortnite doen, want er schijnen dus met de nieuwe questen te komen, daar wil ik eventjes aan gaan beginnen. Verder ga ik de vlog afmaken, foto's bewerken en verder met de Watcher en Dr. Tienes kijken. En ik denk dat ik ook vanavond mijn boek weer uit heb, dus dat is verder de planning. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!